Ja, dat is wel een tijdje geleden, zeg. Dat een wedstrijd, voetbalwedstrijd, zo lang werd voorbesproken als deze. Napoli tegen Ajax. Ja, en dat komt alleen maar omdat ze dus vorige week met 6-1 werden opgevouwen. Daar in de arena, ja. En iedereen heeft het nu over. Ja, en iedereen is bang, ook alle Ajax-supporters. Die zitten al met samengeknepen billen. En oh god, die zijn zo bang. Die durven amper te kijken. Als het maar niet weer gebeurt. Hè? Niet weer worden afgedroogd door de Italianen. En dat gevoel, dat leeft de hele tijd. En daar heeft iedereen het over. Gaat dat weer gebeuren, ja of nee? En dan hebben ze ook nog eens een keertje niet al te veel vertrouwen in onze Alfred Schreuder. By the way, die Schreuder, dat is jullie natuurlijk ook wel opgevallen. Die heeft zo'n heel rare, beetje vreemde schedel. En dat voorhoofd, dat is iets breder dan normaal, zou ik maar zeggen. Ja, dus ik noem hem al een hele tijd E.T. Ja, E.T. Home. Ja, hij lijkt gewoon op E.T. Ja, dus ik noem hem ook E.T. Ja, dus daar is dan ook niet al te veel vertrouwen in, maar... Vrienden in Amsterdam. Ja, ook al ben ik voor Feyenoord, jullie blijven ook mijn vrienden. Luister, jullie moeten je niet zoveel zorgen maken. Nee, want ik geloof namelijk niet dat het weer zo'n afdroogpartij wordt. Nee. En ja, kijk, ten eerste, elke wedstrijd is weer anders. Dus hou daar nou rekening mee. En er kunnen weer heel veel dingen gebeuren. Rare scheidsrechter, rode kaarten, weet ik veel, penalty mee tegen. Alles kan gebeuren, dus hou daar nou rekening mee. En nog even wat, twee, Napels, gaan die weer zo verschrikkelijk goed voetballen als in Amsterdam? Dat kan bijna niet, want als Napels elke keer altijd maar zo goed speelt. Ja, dan hoeven ze die competities allemaal niet meer te houden. Dan geven alle bekers dan maar aan Napels. Nee, dus dat geloof ik allemaal niet. Dat is niet zo, want Napels of Napoli, hoe je het ook noemen wil, die hebben ook wel eens hun mindere dag. Ja, en dan heb je natuurlijk de spelers van Ajax. Ja, wat denk je daarvan? Ja, die zijn ze zo verschrikkelijk afgedroogd. En die hebben alles stuk gegooid ook. Dat lezen we nu in de kleedkamer. En die hebben gescholden. Ja, want die stonden dus voor joker voor heel Europa en de hele wereld. En dat haten ze gewoon. Dus die hebben maar één... Die willen maar één ding. Die willen dat goed maken. Die willen dat rechtzetten. Die willen niet nog een keer afgaan. Dus die zullen zich... Die zullen alles geven... Ja, daar, ja, in het Maradona-stadion. Dus vrienden, daar hoef je ook geen zorgen over te maken. En dan hebben we natuurlijk E.T. zelf. Want E.T. zegt wel van, ja, maar ik ga niet veel veranderen. Nou, vergeet dat maar. E.T. gaat natuurlijk allerlei zekerheidjes inbouwen in zijn tactiek. Ja, want dat gaat hem natuurlijk niet nog een keer gebeuren, hè. Dat hij zo wordt weggespeeld. Nee. Hey, er zit dus genoeg hersenruimte in daar bij E.T. Home, ja. Dus reken daar maar op. Vrienden, dat zijn allemaal dingen. Daar moet je dus aan denken. Jullie, Ajaxiden, dat, hey, het kan best wel eens meevallen.